De uitdaging is om nu ook de uitgang te programmeren. Hoe gaan we te werk? Je kunt binnenkomen door op knop B te klikken. Als je op knop A klikt, dan kun je weer naar buiten. We hebben dus knop A hebben we nodig. Die vinden we onder de invoer, wanneer knop A wordt ingedrukt. En de sensor zorgt ervoor dat de slagboom weer naar beneden gaat. Sensor 1, P1. Dus onder de invoer hebben we dit blok wanneer pin. Hier staat pin 0, maar dat is niet de pin die we nodig hebben. We hebben pin 1 hebben we nodig. Gaan we weer even terug naar knop A. Wat moet die doen? Die moet ervoor zorgen dat als er op knop A wordt gedrukt, dat de slagboom van de uitgang open gaat. Tip was om te kijken onder geavanceerd en functies. Daar vinden we de functie slagboom uitgang open. Die hebben we nodig. Die plakken we bij knop A. En wanneer pin 1 wordt aangeraakt, moet de slagboom van de uitgang weer dicht gaan. Die vinden we ook bij functies. Slagboom uitgang dicht. Tot slot kunnen we nog de tekst toevoegen. Open en dicht. Die vinden we in de basis. Toontekens. En hier komt open te staan. Toontekens. En hier komt dicht te staan. Dat is de oplossing.